Nou, het doel is om mensen naar natuur te trekken daar naartoe. Ik begrijp wel wat je bedoelt, hè? Want het is optocht van reclame en versierde wagens. Maar de versierde wagens is in de loop der jaren wat minder geworden. Ja. En wij hebben, dat mag u best weten, daar zo over gedacht van moet je daarmee doorgaan. Maar als we kijken naar het aantal bezoekers wat die optocht bezoekt, ja, dan kun je daar niet mee stoppen. Ik heb hier schuin tegenover, heb ik hier Jan Mulder zitten. En Jan Mulder is een van de grote organisatoren van de Meppelen Donderdagen. En welke Meppelerdag krijgen wij dit jaar nu? De hoeveelste is het eigenlijk? Dit jaar is het de 55e editie. Dus het is een beetje een lustrum jaar voor ons. Wou ik zeggen, ja. Hartstikke goed. Het is allemaal weer in kannen en kruiken, om het zo te zeggen. Ja, gelukkig wel. Het is altijd wel heel moeilijk om het allemaal voor elkaar te krijgen in verband met sponsorgelden en zo. Maar we hebben het rond. En we zijn volop aan de slag met de programmering. Of die is grotendeels rond. Zeg maar 95%. Dus het loopt goed. Als je nou bekijkt, hoeveel mensen, de schatting waarschijnlijk, hoeveel mensen komen er nu totaal op die donderdag Meppeldagen? Ja, dat moet je toch zien. Rond de 150.000 mensen die deze kant op komen. Ja. Dat is heel wat. Dat is anderhalf keer zoveel als de TT in Assen. Oh, is dat, ja, 100.000 denk ik. Ja. Maar dat is over 6 dagen verspreid natuurlijk. Maar het is wel enorm, ja. Het is een geweldig succes. En daar zijn we natuurlijk ook heel trots op. Ja. En heel blij mee. Ja. Nou, dan even over... Wat is de grote trekker eigenlijk van de donderdag Meppeldagen? Ja. Ik wil natuurlijk niet andere dagvoorzitters tekort doen, hè? Maar laten we eerlijk zijn, de Mokumdag, ja, die trekt gewoon het meeste publiek. En Mokumdag is ook een van de dagen, normaal stoppen we met de programmering van de activiteiten overdag om 5 uur. En de Mokumdag gaat dat door tot 's avonds 7 uur. Muziek op de terrasjes, overvol vaak als het mooi weer is. Dus dat is echt wel de grote trekker. En net wat ik ook zeg, mensen die komen met bussen massaal uit Amsterdam hier naartoe. Dus dat is gewoon een mooie dag, denk ik. Ja, het mooiste van de donderdag Meppeldagen vind ik zelf dat het zo gevarieerd is. Hè? Want je hebt natuurlijk ook specifiek familiedagen. Ja, denk aan het circus bijvoorbeeld. En dat heb je eigenlijk dit jaar 2 keer. We hebben de circusdag, de dag van de lach altijd. Dat is dit jaar de laatste dag. De boom uitgeven dag van de dag. Altijd clowns, sminken, diverse optredens van kinderanimatieshows en dat soort zaken. Maar dit jaar hebben we ook nog, naast die dag van de dag, nog een speciale circusdag. Ja. En dan komt het Groot Chinees Staatscircus hier naartoe. Dat is heel mooi. Ja. En dat zijn op verschillende pleinen, dus Kerkplein, de Weem en de Groenmarkt, zeg maar, hebben we 3 pistes. En 1 piste die wordt dan gevuld met het Chinese Staatscircus. Hebben we nog een dierenshow uit Duitsland en nog een programma vanuit Frankrijk. Dus echt een hele circusdag met levende dieren. Er is misschien wel een discussie over levende dieren, maar het is allemaal beperkt, allemaal binnen de perken, zeg maar. Maar goed, dat is een nieuwe dag dit jaar. En ik denk dat een succes wordt. Ja. Zijn er nog meer dagen waarbij de mensen moeten zeggen van, nou ja, dat is ook wel leuk om erheen te gaan. Ja, natuurlijk. Ja, alle 6 moeten natuurlijk. Ja, dag van de lach. En wat ook altijd een mooie dag is natuurlijk het straattheaterfestival. Ja. Ook altijd veel artiesten uit alle werelddelen die hier naartoe komen. Altijd weer verrassend. En die artiesten kunnen hier een prijs winnen. De prijs van de professionele jury en de prijs van de bezoekers, zeg maar. Het is een mooie dag. Dit jaar voor het eerst, even denken, we hebben vorig jaar de musicaldag gehad. Dat wordt dit jaar de Let's Dance in Meppel. Zie je op verschillende pleinen verschillende soorten van dansvormen. Urban, street, ik ken al die termen niet uit mijn hoofd. Volksdansgroepen, stijldansen. Dus op alle pleinen heb je dan verschillende vormen van dansactiviteiten en workshops. Ook in het slotplantsoen. Door de straten heen. Ja, ook een nieuwe dag. Denken dat een succesvolle dag gaat worden. Zelf heb ik de dag van het paard. Omdat wij op woensdagavond beginnen met het concours in Piek. Op het Kerkplein, vorig jaar voor het eerst geweest. En dit jaar weer. En dan de donderdag. Hebben we dan aansluitend, omdat het zand toch nog op het Kerkplein ligt, de handelskeuring.
Mijn dag heet De Dag van het Paard en Muziek op Straat. Met ook heel veel verrassende optredens van muziekgroepen en alle vormen van muziek. Dus ik denk dat iedere dag eigenlijk wel wat te bieden heeft voor ieder wat. Nou, en dan ja, eigenlijk over de laatste dag is altijd de dag van de praalwagens. Ja, dat klopt. En de praalwagens die zijn wat minder pralerig de laatste tijd, geloof ik. Ik weet niet, wat is het doel er eigenlijk van om die praalwagens mooi door Meppel te laten gaan? Nou, het doel is om mensen natuurlijk te trekken daar naartoe. Ik begrijp wel wat je bedoelt, hè? Want het is opdracht van reclame en versierde wagens. Maar de versierde wagens is in de loop der jaren wat minder geworden. Ja. Nou ja, dan even een oproep, hè? Laten de mensen wat meer glans naar de praalwagens doen. Iedereen uit de omliggende dorpen vandaan. Daarom. Ja, maar het hele programma komt wel in de plaatselijke krant terecht. Ja, ook de krant gaat er wel aandacht aan besteden. Maar heel veel mensen die verwachten misschien die brochure nog weer ruim van tevoren. Maar daar zijn we mee gestopt, want dat scheelt natuurlijk nogal wat in onze begroting. Ja. En daar hebben we wat anders. Er zijn tegenwoordig moderne mogelijkheden. Er komt een app op de telefoon dat je daar dus het programma op kunt volgen. Dus ik denk dat... Ook nog een nieuw project, iets met studenten, heb ik gehoord. Ja, wij hebben de eerste donderdag Meppeldag, Impro Battle. Dat is een groep studenten uit zes verschillende landen. Die komen naar Nederland toe. Die gaan logeren een week lang in de voormalige jeugdherberg in het Wilhelminapark. In die week dat zij hier zijn, gaan ze mensen in Meppel interviewen. Waaronder bijvoorbeeld de burgemeester, een wethouder, een kroegbaas, een schoon. Eigenlijk van alles. Al die interviews doen ze bij elkaar en dan maken ze een soort toneelstukje van. En dat noemt men dan het improvisatietheater. En dat gaat men opvoeren op de eerste donderdag Meppeldag, 's middags in het Slotplantsoen. Kerkconcerten moeten we nog even noemen misschien. Okay. Wij hebben ook de kerkconcerten, vorig jaar in de Mariakerk, hebben we ook dit jaar weer. En de 17 juli hebben wij Karin Bloemen, die daar optreedt van 8:30 tot 9:30. 31 juli. Is nog niet bekend wie er komt, zijn we nog druk naar op zoek. En natuurlijk voor de kinderen, de film in het Wilhelminapark. Trekt ook altijd heel veel publiek. En op de Mokumdag hebben we voor de bejaarden van de verzorgingstehuizen nog in het Trias. Een dag hebben we vorig jaar gedaan met een aantal Amsterdamse artiesten. Vinden die mensen schitterend, worden daar naartoe gehaald, krijgen een kopje koffie, een klein koekje bij. Dit jaar komt daar het Amsterdams Volkskoor. En dat vinden die mensen natuurlijk fantastisch. Ja. Dus ook dat staat voor dit jaar weer op het programma. Hartstikke mooi. Zeg, ik heb al gezegd, ik heb er nu al zin in. Wij zijn erbij ten aanzien van met RTV Meppel. Ik wens u heel veel sterkte daarmee met het organiseren van deze dagen. Dat komt vast goed. Wij zijn er klaar voor. Oké, nogmaals bedankt. Graag gedaan. Heel goed.